De R zit weer in de maand, de pepernoten liggen weer in de winkel. Het is weer tijd voor een oud-Hollandse traditie, de Zwarte Pieten discussie. Hollandse traditie? En welke bedoel ik dan? Nou, ik heb geen idee, want er zijn veel Hollandse tradities. Als ik zeg dat de pepernoten weer in de winkel liggen. Oh, jullie zijn al bezig voor Sinterklaas, heb ik wel begrepen. De Zwarte Pieten discussie. Oh ja, de Zwarte Pieten discussie. Ja, er is bekendgemaakt dat er landelijk alleen roetveegpieten zullen zijn, maar in Leeuwarden komen de Zwarte Pieten. Wat vindt u daarvan? Nou, laat komen wat komt. Als het altijd zwart geweest is, laat het dan zwart blijven. Het is een traditie. En wat maakt het nou uit of de pieten zwart zijn of roetveeg? Het maakt mij in principe niks uit, maar het is in dit geval zijn het altijd Zwarte Pieten. Laten we eerlijk wezen, is even zo nog geweest, dan hou het dan zo. Zal het de kinderen uitmaken? Denk het niet. Nee, of ze worden door hun ouders opgestookt. Dat zou kunnen, hè? Dat kan ook, maar dat hebben we niet in de handen. Nee, maar dat hoop ik alleen niet. Ik hoop gewoon dat het een ongedwongen en fijn feest wordt weer voor de kinderen. Natuurlijk van, want in Leeuwarden komen er wel Zwarte Pieten en alleen roetveegpieten in het landelijke intocht. Nou, eigenlijk, ik heb geen bezwaar tegen Zwarte Pieten. Ik vind dat traditie gewoon moet blijven. Denkt u dat het de kinderen wat uitmaakt welke kleur de pieten heeft? Volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Totaal niet. Het maakt niet zoveel uit. Of gele, rood, zwarte. Volgens mij maakt het niet zoveel uit. Landelijk alleen roetveegpieten. In Leeuwarden toch Zwarte Pieten. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het goed dat het alleen zwarte, of dat ze zwart blijven. En geen roetpieten, want het lijkt nergens op. Kinderen zullen het verschil niet zien, denk ik, met een zwarte en roetveegpiet. Daar bemoeien de grote zich ook mee. Want nu lijkt het toch dat ze toch hun zin krijgen. Die tegen zwarte pieten zijn. Ze krijgen toch dat ze hun zin krijgen. Dus ik vind dit niet goed. U bent toch dus een beetje een blokkeervries? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, dat ben ik. Welke traditie is er nou altijd weer in de maanden erg, komt weer naar voren? Sinterklaas. Sinterklaashaas. En welke discussie ontstaat er dan? Zwarte Piet. Ja, want er is vandaag naar buiten gebracht, gisteren, dat landelijk alleen roetveegpieten te zijn bewonderen. En in Leeuwarden is er vandaag bekendgemaakt dat er wel Zwarte Pieten zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, alleen maar goed. Alleen maar goed. Waarom? Nou, traditie toch? We hebben het over tradities, of niet? En u denkt dat het de kinderen wat uitmaakt of de pieten zwart of wit zijn? Ik zou dat even net wat geleerd wordt, vind ik. Dus is het eigenlijk geen probleem? Nee, voor mij niet. Als er roetveegpieten zijn, is het ook geen probleem? Nee, ook niet. Maar ik bedoel gewoon traditie, toch? Cultuur is cultuur. Of ben ik mis? Zo denk ik dus. Van? Ik ben helemaal voor. En waarom? Ja, het is gewoon traditie. Ik ben er groot mee geworden. Het was gewoon Zwarte Piet. Zwarte Pieten, ja toch? En wat is er mis met roetveegpieten? Nee, niks. Nee, het is misschien ook wel cultureel allemaal een beetje. Maar ik heb er geen problemen mee. Maar ik ben eigenlijk gewoon voor Zwarte Piet. Nee, maar dat hoop ik alleen niet. Ik hoop gewoon dat het een ongedwongen en fijn feest wordt weer voor de kinderen.